geschreven ook over een merkwaardig science fiction-achtig soort stad die uit allerlei stijgers en vlonders was opgebouwd of zoiets. Mm-hmm. En de deskundige jury vond dat moeilijk voor te stellen, te fantasierijk en daardoor moeilijk concreet voorstelbaar. En wat ik daarvan heb geleerd is dat ik het nog meer moet overdrijven. Dus dat ik nog meer fantasie moet hebben. Maar dat het inderdaad een punt is dat je het wel voor je moet kunnen zien. Dus het moet op zo'n manier worden geschreven dat het de zintuigen bereikt. Dat de lezer die wereld dus echt voor zich kan zien. Ja. Een waardevolle les op je 16e. Op zich wel, ja. Ja. Nou ja, er is ook een reden dat ik me dat nog steeds herinner natuurlijk. Dat ik dat toen ook al waardevol vond. Ja.